Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in Content Veens seizoen 4. En dit is een hele bijzondere aflevering. Zoals je kan zien sta ik hier op een plek waar ik normaal niet de video's zou openen. En daar in de verte, daar staat Joris. Hallo Joris, zie je mij? Spring als je me ziet. Nee? Je springt niet, hoi? Hallo? Nee? Joris heeft er geen zin in. Hey Joris. Hallo. Hey, hoe is het daar aan de overkant van het meer? Ik hoor je echt amper. Zo ver weg sta je. Oh, goede roleplay dit. Hè. Wacht, ik kom wel even naar je toe. Even zwemmen. Even ouderwets. En vandaag is een hele bijzondere aflevering, Joris. Ja. Het is namelijk volgens mij aflevering 24. En als we dit kijken, ben ik net 24 geworden. Ja, dat verzin ik zomaar eventjes, maar het klopt wel. Nee, vandaag wil ik een rondleiding doen door alles wat er al gebouwd is in Content Veens. We gaan gewoon een rondleiding doen. We gaan alles laten zien aan jullie. Er zal iets minder speciaals gebeuren dan normaal. Maar dan kunnen jullie wel een keer alles zien wat er gebouwd is. Dan gaan we, voordat we dat gaan doen, ga ik heel even snel laten zien wat we dan gaan laten zien allemaal. We hebben hier Zombo zijn basis, Justin zijn basis, Ricky, Rick, Floor en René. Mijn oude basis, Charder gebied, mijn gebied, Joris zijn gebied, Mandy's Mansion, de fabrieken daar. En hierachter in de verte hebben we ook nog meneer KB zijn huisje. Of dan zijn huisje zijn gebied. Zullen we daar beginnen? Dat is wel goed, toch? Ik heb Joris mee. Joris is de Content Veens expert. Die weet alles waar, wat daar overal zit. Weet ik voor wat allemaal. Elk hoekje, elk gaatje ken jij. Moet ik al, hoop het. Ja, dat gaat ook wel een soort van proeftest voor jou zijn. Het gaat of je alles een test kent. Worden. Ja. Het gaat inderdaad een test worden. Doe even je helm af, jongen. Hey. Het is prachtig weer buiten. Heb je nog die hele bril op je gezicht? Of die helm op je gezicht? Maar goed, laten we even beginnen. We hebben hier meneer KB zijn basis. Als je meneer KB's video's volgt, kan je dat natuurlijk ook gewoon allemaal zien. Maar naast de huizen, weet jij, kom jij hier veel, Joris? Nee. Ik kom hier ook niet echt veel. Ik weet dat hij een tunnel heeft gemaakt. En dat is het. Een tunnel, mijn. Nee, dit is gewoon zijn mijn, dit hier. Nee, hier. Heb je blijkbaar... Waar? Oh, helemaal daarachter. Ja, die tunnel. Dat is de tunnel naar jouw basis toe. Die kunnen we zo meteen wel leuk nemen, toch? Die tunnel. Ja. Ja, dat is wel goed. Hij heeft hier gewoon zijn farms. Hij heeft daar een mine. Dan dit hier allemaal zijn farms. Die niet echt mooi zijn bedekt. Maar ja, dat boeit volgens mij niet helemaal. Dan hebben we hier zijn concrete farm. Die heb ik ook wel eens in het verleden veel moeten gebruiken. Wat is dit hier? Dit ziet eruit als een iron farm. Oh, dit is ijzer farm. Dit is iron golem farm. Naast de iron golem farm hebben we hier ook nog heel veel koekjes waar ook allemaal iron golems in staan. En dat is het voor buiten. Oh ja, en daar, wat is dat voor farm? Weet je dat? Die daar, die verte. Pompoenen en meloenen, daaronder. Pompoen, en daarboven staat een cobblestone farm. Is een cobblestone generator niet gewoon wezenlijk een cobblestone farm? Ja, dit is gewoon een hele snelle. Geavanceerd, wauw. Goed, dan komen we nu bij zijn huisje aan. Meneer KB is natuurlijk voor een erg simpele stijl. Dat is hele gimmick, of het hele ding van dit seizoen natuurlijk. Gewoon een lekkere simpele stijl. Al moet ik zeggen, hij heeft wel steen gebruikt hieronder in plaats van concreet. Er zit wel gewoon stiekem een beetje steen in verwerkt. Maar dan gaan Patricia, we hier naar binnen. Patricia. Oh, we hebben Patricia inderdaad, vogel. Die is het ermee eens. Laten we even naar binnen gaan. Ah, allemaal hoofden hier verzameld. En dit is allemaal hier. Matilda baby heeft hier staan. Dan hebben we hier zijn leuke gezellige woonkamer. Ik ben hier eigenlijk nog nooit echt geweest. Ja, ik ben wel eens... Ben je nog nooit binnen geweest? Ja, wel een keertje. Maar niet dat ik uitgebreid heb rondgekeken van wat is er nou. Oh, wat heb je hier? Ik wist niet eens dat er een bovenverdieping was. Smitting table kamer, geen geintje. Wat hebben we hier binnen? Er staat inderdaad een smitting table. Nou. Inderdaad was het geen geintje. Het was geen leugen. Er staat inderdaad een smitting table. Dan hebben we hier zijn chest room beneden. En heeft hij ook een hondje gezellig. Bonker heet hij. Goeie naam. Hier is meneer KB zijn chestroom. Nou, de nether, daar gaan we nu nog niet in. Dat kunnen we zo meteen wel als laatste doen. Dan hebben wij... Heeft hij iets boven of is het gewoon een lege bovenverdieping? Ik ben hier ook nog nooit boven geweest. Dit is een hele mooie plant, dit. Vind ik echt een hele mooie plant. Echt nog simpeler dan gewoon simpel. Oh, er is hier echt... Er is er gewoon iets gebouwd hier. Een soort van. Aflevering 1 is deze kant op. Aflevering 1 is deze kant op. De hele playlist, hè? Dit is aflevering 1... Hoezo is dit aflevering 1? Nee, ik geloof dat hij in zijn laatste video hier de outro deed. En dan had hij zo links en rechts video van hem staan. Oh! Oh, dat heeft hij slim gedaan. En hier hebben we een waterlift. En die gaat naar de zolder. Oh, dat verklaart ook deze ruimte. Ik snapte deze deur al niet hier. Ik deed deze deur net open. En ik denk, wat is dit voor rare ruimte? Maar dat is een gat om naar beneden te vallen. En dan hier... Oh, en hier hebben we zijn balkonnetje. Hartstikke leuk. Ja, kijk nou even. Dat is gewoon gezellig, hé. Nou, leuk huisje is het. Het is lekker simpel, maar wel leuk. Hé, dit hebben we meneer Varken. Oh, hij heeft meneer Varken vermoord. Waar is meneer Varken? Heb jij die nog gezien? Oh, die staat natuurlijk in zijn auto. Ik antwoord mijn eigen vragen. Let's go.
De actrice die loopt wel bij mijn basis in de buurt. Ja, maar... die is aan het zwemmen volgens mij al heel lang, ja, de actrice. Ja. Kijk, want we hebben hier natuurlijk zijn voortuin echt mega gedetailleerd. En dan hebben we hier hebben we de auto van meneer Vark staan en die heeft zijn eigen garage. Dat is leuk, hè? Gewoon zijn eigen garage hebben we hier. En als daar zit, dit is meneer Vark. Dit is de enige echt, is dit. The one and only, gewoon. Die heeft het naar zijn zin, volgens mij. Ja. Dan even een toekie doen in de tussentijd. Goed, is dat alles van meneer KB's basis of missen we dan iets? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk is, dat we dan het belangrijkste inderdaad wel gehad hebben. Jongens, als we iets vergeten en je bent een oplettende kijker, want ik ben natuurlijk niet de enige persoon die filmpjes maakt op Content Veen. Laat het dan vooral even in de reacties weten als we dingen missen. Kijk, dan gaan we nu de tunnel pakken. Gaan we lopen of gaan we doorheen vliegen? Maakt mij niet uit. We gaan er doorheen vliegen. Dat is wel een hele lange tunnel om doorheen te lopen. Want deze tunnel komt uit bij onze prachtige basis van... Au. Van jou. Jouw basis. Ja. Hey, Content Veen in Graffiti. Oh, dat ziet er echt heel cool uit. Dat ziet er op dat ik nog niet gezien. Die Graffiti van Content Veen. Ja, hij hangt er op zich al wel een tijdje. Maar ik kwam hier een keer aan en in één keer ging dat er. Geen idee. Dat heb jij niet eens... gedaan. Oh, dat heb je niet eens zelf gedaan. Iemand gewoon vandalisme is dit. Iemand heeft gewoon spuiters gepakt en dacht, huppakee, Content Veen. Jeetje. Geef jij eens even een rondleiding door je basis. Met een klein, ik wil alle details over horen en zo, zoals het bushalte hier. Die vind ik ook erg leuk. Dit is een bushokje. Hier, ja. Deze is nog redelijk nieuw. Hier is nog geen lijn die hier langskomt, buslijn. Oké. Okay. Dit wordt wat mijn houtgebouw, houtfabriek. Oh, dus leuk dat binnen... we al fabrieken overal komen en zo. Ja, ik heb hier binnen ben ik bezig met een houtfabriekmachine. Oh, is dit niet een beetje tegen Rick's reglement in? Nou, ik heb een afspraak met Rick gemaakt over deze machine. Dus hij, dat komt als goed is binnenkort in zijn video. Dat hij, dat we moeten het maar niet over hebben. Dat is voor Rick's video. Spoilers. Dat is helemaal goed. Ja, oké, dat is voor Rick's video. Dat kunnen mensen daar helemaal zien. Maar daarvoor komt hier misschien een winkel. Dat is nog niet helemaal zeker. Oh, dat zou wel heel cool zijn hier, een winkel. Ik vind het een mooie bouwstijl die je gebruikt hier voor die huizen. Ik vind het echt leuk. Het is heel slimmig. Ik heb een beetje gekozen voor een beetje blokkencombinaties die je ook niet heel vaak ziet. Met de... Nee. De, bijvoorbeeld het hout hier en de koraal, dat dode koraal. Koraal en dat, inderdaad, overal. Dit is echt vervelend om te verzamelen, die mushroomstem. Ja, dat geloof ik. Moet je wel naar zo'n eiland toe vliegen? Ja, of gewoon die bomen farmen. Ja, dat ja hier heb ik een elektriciteitshuisje. Oh, ja, wat is dit? Ik vond een klein huisje. Beetje... Je hebt natuurlijk je ding hier zitten, je portal ja, en hier een leuk kan bankje, je gewoon mee dit? Reizen. Maar wat, je hebt ook een ingang hier, zag ik. Wat is ja, dit? Wat zit erin? Oh, hij is helemaal leeg! Ja. Wat is dit? Wat heb ik gedaan? Decoratie. Oh, dat zijn die Iron Trapdoors, die heb ik nu dicht gedaan. Dit is gewoon een leuk elektriciteitshuisje. Nee, leuk gewoon detail. Een beetje opvulling. Dit is mijn primaire opslag. Ja, grote main base eigenlijk is dit. Dan moeten we wel... Hier heb ik een vrachtwagenlaadstation, zeg maar. Oh, dat is die opening hier. Het is wel een beetje donker hier binnen. Ja, een beetje donker. Maar een beetje donker. Hier heb ik een paar kisten en dit is een automatische... sorteermachine. En waar doe je de spullen dan in? Want het wordt automatisch hier gesorteerd. Ja. In die bovenste kist, daar stop je het in en dan komt het gewoon... Hetzelfde als vorig seizoen, maar dan sorteert je het allemaal hier. Oh my days. En wat een machine. Sommige dingen heb ik heel veel van, dus dan heb ik hier. Dan gaan we hierheen. Kijk, hier stopt hij het automatisch in chocobot. Dus dit is je bulk opslag, dit. Grappig dit. Leuk in elkaar gezet zo. Ik heb dit helemaal nog niet echt goed bekeken. Ik ben wel eens binnengekomen. Oh, maar dit is allemaal nog leeg gewoon. Hier, dit is nog leeg, ja. Ja, dit is je main huis. Alleen, je main huis is eigenlijk nog best wel kaal. Gewoon, hier woon je ook. Want waar slaap je? Waar is je slaapkamer? Dit is mijn bed. Dit is je bed. Ja, ik ben nog niet... slaapkamer voor jezelf. Nee, nog niet. Nee, dit is belangrijker. Ja, dat... Wat hebben we hier? Oh, dit is de techniekkamer. Gadverdamme, wat een systeem. Wacht, ik wil toch even zien. Ik wil toch even... Heb je een leuk plekje van waar we kunnen kijken? Hierboven. Oh my days. Gadverdamme. Wat een vies groot redstone systeem dit. Ik zou er niet aan moeten denken om het te maken. Ik snap er helemaal niks van. Ja, het kost wel wat werk. Ja, dat geloof ik. Nee, leuk. Dit is dus je hoofdhuis gewoon. Ja. Dan lopen we hier door over de straat. Leuke parkeerplek. Ga je ook nog auto's maken? Of? Ja, misschien wel. Moet nog even kijken. Misschien wat en dit? Hier en daar. En, ja, dit is voor mijn nieuwste... Mijn nieuwste ding waar ik mee bezig ben. Ik ga proberen alle advancements te halen. Oh. En daarvoor moest ik op zo'n beest zitten. Wow, dus ik okay. moest hem helemaal meenemen uit de Nether hierheen. Het was echt heel veel werk. Maar daar komt binnenkort
ga ik daar ook een videootje over maken. Oh, daar ga jij een video over maken. Leuk, leuk, leuk. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben hier een kruispunt, groot. Ja, hier hebben we het tankstation. Ik vind die plaatjes die je gebruikt, vind ik echt heel leuk bij het tankstation. Ja, leuk. Gewoon, dat heb je overal. Dat heb je net zoals die graffiti en zo. Dan komen ze meteen nog bij een ander plekje. Maar dat vind ik echt heel leuk, plaatjes. Het tankstation is denk ik of dat gebouw daar. Maar ik gok dat het tankstation mijn favoriete gebouw is van je basis. Ik vind die echt heel goed gelukt. Ja, ik ben ook wel blij mee. En wat is dit? Waarom gaat het af en toe open, dit luik? Ja, dit is jouw slime farm. Is dit die slime farm van... Ja, dit is heel veel afleveringen geleden is die gemaakt. En dat was dat hier? Ja. Gast, ik kan me nog herinneren dat ik hier gewoon over het gras, over een plainsveld heen liep. En dat ik had totaal niet door dat dat hier was. Ik dacht dat het nog veel verder die kant op was. Ja, wow. Dat was hier. En ik dacht, een knop is lelijk, dus nu gaat hij af en toe open. Hij gaat af en toe open als hij er langs loopt. Ja. Ja, ik vind dit echt heel leuk gedaan. Dit tankstation. Dit ziet er zo goed uit. Dit is zo leuk gedaan. Die tankdingen ook hier. Met die metertjes erop. Dat is of zeg maar hoe vol hier zit, weet je? Ja. Oh, dat is echt goed. En dan hier, gaan we rockets verkopen. Ja, ik heb al een paar rockets gekocht. Kijk maar in je kassa volgens mij. Ja, dit zijn mijn diamonds van 2 afleveringen geleden. Ah. Hier, in je kassa. Ik weet nog niet of je open was, maar ik had echt rockets nodig. Ja. Hij was op. Ja, leuk. Dit is echt, echt heel leuk. En hierachter zit de rocketmachine. Ja, dat die automatisch bijvalt. Ja, want het idee van deze winkel was dat het zeg maar... Je doet je rockets hier omdat je moet tanken voor je Elytra. Je moet bijtanken. Ja. Dat was het idee, toch? Ja, het was gewoon... Ik wou graag een tankstation bouwen en toen had ik hem. En toen dacht ik, nou, wat kan ik ermee doen? En toen dacht ik, nou, dat is wel toepasselijk om je rockets hierbij te tanken. Je rocket is een soort van je benzine van je Elytra natuurlijk. Dus precies. Dan moet je die gewoon hierbij tanken. Dat is echt goed bedacht, vind ik dat. Heel leuk. Goed, dan gaan we dit huis zien. Wat is dit? Ja, dit is mijn smelthuis. Je smelthuis? Dus hier heb ik een supersmelter in zitten, waar ik al mijn spullen kan smelten. Oh, kijk, deze gaan we binnenkort ook bij mijn basis bouwen. Ja, maar dan nog een geavanceerdere. Nog een geavanceerdere. Cool, heel leuk. Heel leuk. Ja, meer is hier ook niet. Het is gewoon smelten. Het is gewoon één grote supersmelten. En dan daar? Dat huis? Dat hebben we in de vorige video al gezien, maar voor de rondleiding. Ja, hier is de tunnel naar Char. Oh, die gaan we zo meteen wel pakken. Dat is wel goed, hier, toch? Hier nog een bushokje. Een bushokje hier. Mooie brug. Ik vind vooral dat jij... Hier. Dat is even voor de kijkers thuis. Joris en ik waren met deze... Dat was Joris had deze hele brug gebouwd. Alleen, hij was nog heel donker. Dus toen waren we samen aan het kijken naar wat zou leuk zijn voor lamp. En eerst hadden we gewoon volgens mij shroomlights. En toen hadden we froglights, weet ik wat allemaal. En uiteindelijk maakte ik het grapje. Wat nou als je gewoon beacons doet? Alleen Joris heeft dat net iets te serieus genomen. En nu heeft Joris dus gewoon overal door zijn basis... heeft hij beacons als lampen gebruikt. Dat is eigenlijk een grapje, maar het is wel mooi dat het tot realiteit is gekomen... dat jij nu gewoon beacons als lampen gebruikt. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, maar daar komen we later wel op hoe jij aan de beacons komt. Ja. Later in deze video komen we op het punt dat we laten zien... hoe Joris en al zijn beacons komt. Goed, wat hebben we hier? Dit is mijn lampenwinkel. Dan weten ze dat dit de lampenwinkel is. Maar voor de rondleiding is het wel even leuk dat we het even goed laten zien. Sorry, ik onderbrak je. Hier ben ik ook wel heel erg trots op. Ja, deze het is echt een mooi huis. Nieuwste winkeltjes. En hier kan je lampen kopen. Dit ook. Hier, die hangende dingen die overal... Die blokken kan je niet. Ja, dat is Char. Dat is Char. Daar heel goed in dat soort dingen. Die heeft zeker ook met de inrichting hier al die dingen gedaan en zo. Ja, echt leuk. Echt heel leuk zit het in elkaar. En hierboven is ook nog ingericht natuurlijk. Hier verkoop je gewoon alle soorten lampen. Kijk, ik vind dit soort dingen, dat vind ik zo leuk met die armor stands, hoe dat gedaan is. Gewoon dingen die je normaal niet op kan hangen, hangen even goed. Ja, heel leuk. Leuke winkel. Up en Gup. Oh, ik had die namen niet eens gezien. Up en Gup. Maar Schup. Oh, wie is Up en wie is Gup? Dan vraag je me wat. Geen idee. Dan moet je nog even bepalen. Goed even over nadenken. Ja, ze hebben namen, maar... En dit gebouw is leegstaand. Oh, dit is een ander gebouw. Ik dacht dat het erbij hoorde. Klein gebouwtje. Maar hij is ook helemaal verlaten, zo te zien. Ja. Goed, dan deze route hier gaat natuurlijk naar het spanpunt eigenlijk. Waar gewoon de rest woont. Waar Rick woont, waar Joris zou ik zeggen. Waar René en Floor, waar Ricky, Zeezombo, Harlow, Justin en zo. Dus voordat we daarheen gaan is het denk ik leuk als we die andere tunnel pakken. Of niet? Ja, ja toch? Oh, ja. Dan per basis doen we ongeveer 1 hele dag. Want bij mijn IKB sliepen we. Nu gaan we door naar de volgende basis en dan wordt het weer donker. We hebben de tijd genomen. Is dat alles van jouw basis? Ik denk het wel, hè? Meestal wel, ja. Meestal wel, ja. Je bent ook nog veel meer van plan. Maar dat is misschien leuk in plaats van te vertellen dat mensen dat gewoon zien in de volgende aflevering en zo. Ja, er zijn nog wel plannen. En ik heb natuurlijk ook heel veel farms die niet hier staan. Maar daar komen we ook nog allemaal. Alles gaan we nog laten zien. Deze tunnel heb ik eerlijk gezegd ook nog niet helemaal volgens mij gezien. Deze gaat naar de slime farm en zo van Char, toch? Ja. Oké, laten we eens even een tukje doen.
Oké, dit gebied heb ik oprecht nog niet echt aandachtig bekeken. Ik ben hier wel veel geweest, gewoon om overheen te vliegen en snel te kijken. Maar ik ben er nog nooit echt zoals nu met alle aandacht geweest. Hoe heeft Shard dat gedaan? Huh? Huh? Ja, ook die armor stands. Wow! Dit is zo'n mini detail, maar dat is zo cool. Ja, dat detail. Hier is er nog één. Het is hier nog druk bezig, zoals je ziet. Ja, ze is met van alles nog bezig. De luchtschacht op die ventilatie. Oh ja, die had ik wel gezien. Dat is inderdaad gewoon een klein luchtschachtje zoals dat inderdaad. Ja, die Char houdt echt van om echt mini details te verwerken. Oké, wat is de beste route als we van hier aankomen om niks te vergeten? Ik denk dit pad hier, zo inderdaad. Ja, dit hier pad naar hier links. Volgen. Heb je een sugarcane farm? Oh, Char heeft dan een sugarcane farm. Nice. Oh, dat ziet er leuk uit. Deze heb ik niet eens gezien. Dus dat heel ver. Kijk, dit worden ook allemaal nog huizen, klopt dat? Ja, dat is volgens mij wel Char's plan. Char is heel druk bezig. Ja, zo te zien is die echt. Die is het drukst van ons allemaal, denk ik. Van de hele dat server. Denk ik wel, bouwen. Ja. Dan hebben we hier inderdaad. Nou, de sugarcane farm. De sugarcane farm. Oh, een kleintje, een cutie gewoon. Ja. Maar dit moet ik eigenlijk ook hebben nog steeds, man. Een sugarcane farm. Dat is echt heel handig. Oké, hier komen dus dit allemaal nog huizen. Leeg. Ja. Wat wordt dit? Weet je wat het is? Of wat het wordt? Want deze is nog leeg, ik inderdaad. Ik heb geen idee. Hmm. Ja, iets met glowligen misschien. Wat een random farms allemaal. Ja. Wat hebben we hier? Dit trap is het omhoog. Werknemershuisje, geloof ik. Het werknemershuisje? Oké. Okay. Onder. En onder het werknemershuisje, daar komen we. Kijk, daar maak ik blij dat jij meedoet, want ik onder had niet geweten wat het allemaal is. Kijk, hier kunnen hier de bouwvak zit hier allemaal chillen. Zo. Hier kunnen ze rustig slapen. Oh my god. Voorraadkast. Wat leuk, krap gedetailleerd. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, dat is echt Char ding. Ja, dat is wel echt leuk. Oké, volgende. Dan gaan we hier oversteken naar de andere kant. Is dit een pad? Geen officieel pad, maar wel de snelste route. Dat zijn wel prima, geen officieel dit pad. Dit is het honinggebied. Oh, ik vind hier dit gebouw. Honingfarm. Dit is echt een cool gebouw, dit. Vooral omdat zeg maar die uitbouw hier is en je ziet die honing. Wat noem je dat? Wat zijn dit? Buizen met honing erin. Ja. Die zie je hier gewoon gaan. Dat is echt heel leuk. Maar deze ingericht ook. Met honing. Oh, nee. En dit ook weer hier. Gewoon een pad waar de honing overheen loopt. Ja, leuk man. Echt goed gedetailleerd allemaal. En hier binnen? Oh, het is nog niet. Er ligt wel honing heel ruim in het midden. Nee, oké, hier is er dus ook nog druk mee. Ik hoor wel dat er een farm is die werkt. Hij doet dit. Oh, wacht, hier is de farm. Hij zit hier achter in de muur, ja. Oh, maar ze moeten hem voor de rest gewoon nog inrichten. Hij moet nog ingericht worden. Ja. Ah, maar hij doet het wel al, vandaar dat er honing ligt hier. En dit zijn voor de rest ook nog lege huizen, maar ik geloof dat hier ook honing-gerelateerde fabrieken komen. Ja, oké. Cool. Erg cool, erg leuk gebied. Dan hebben we hier verder nog deze kant op, denk ik zo. Dit is de hoofdfabriek. Ja, dit is de fabriek waar het allemaal om draait. En we hebben hier een gat, daar komen we ook zo in dat gat. Maar dit is, wacht, ik wil even een afstandje bekijken. Dit is de fabriek waar het eigenlijk begon, toch? Hier, dit was gewoon het plan om eigenlijk alleen deze te bouwen. Uiteindelijk is het ontploft tot meer. Ah, precies. En dit hier? Dit is de slime farm. Dit is dus onze slime farm. Oh, al die iron golems. Huh? Ja, die staan daar om alle slime te lokken. Oh my days. Dat ze daar allemaal naar beneden vallen. Wauw, wat een werk. En hier in dit gebouwtje komt de slime dan boven. Huh? Hier komt de slime boven. Ja, en dat wordt automatisch in slime blocks gecrapt. Oh, maar dat is wat een systeem weer, hé. Over alles is nagedacht. Ja. Oké. En volgens mij staat dat huisje daar ook nog leeg. Maar die is hier ook nog helemaal leeg. Komt een hier ben ik wel al binnen geweest. Maar ik heb dit volgens mij nog niet in mijn video laten zien. Ik vond dit hier heel leuk. Deze grote oven hier. Vond ik een mooie oven, dit. En, oh, kijk, weer een klein detail hier. Er zitten slimes in, zie je? Slimes in de oven. Er zitten slimes in de oven gewoon. Mini details van Char. Gewoon echt mini details. En dit staat ook allemaal nog leeg. Maar wel heel leuk al gedetailleerd van buiten vooral. Kijk, dit ook hier. Dit gedeelte hier. Dit is gewoon een mega grote slijmbuis. En zo te zien lekt die ook hier aan de onderkant. Want hier ligt allemaal slijm op de grond. En hier zie je het ook druppen gewoon. Alleen gaat het nog niet echt ergens heen. Of is dat de bedoeling? Nee, ik geloof dat hier de vrachtwagens kunnen om de slijm in te laden. Oh, die kunnen hier dan onder staan en kunnen de slijm inladen. Ja. Yo, wat lijp. Wat een lijp systeem. Om het zo, dat heb ik niet eens over nagedacht. Dat is echt heel cool. En ik denk dat de meeste huizen hier wel zijn. Oké, ja, die daarachter. Ik wil wel gewoon even gekeken hebben. We moeten even niks kijken. Overslaan. Gewoon even kijken inderdaad. Misschien vinden mensen het gewoon echt leuk om uitgebreid alles te zien eventjes. Dus laten we gewoon even helemaal rondlopen. Hier heb je nog een balkonnetje. Daar kom je uit waar we net waren. Hij is wel ingericht. Is hij ingericht? Kijk. Ja. Zie je, anders hadden we dat gewoon gemist. Char is veel te snel, joh. Anders hadden we dit gewoon gemist. Wat is dit ook? Kauwfarm. Oh my days, ouwe. Dit is gewoon een kauwfarm. Ze heeft gewoon alle soorten. Farm. Een wheat farm. Huh? Is dat een ding? Wat doet het? En waar gaat het heen? Volgens mij kan je daar seeds in plaatsen. Alleen, kijken. Even kijken, hoe werkt dit? Je doet de seeds in.
Ik ga zo staan en ik hou zo ingedrukt. Oh, damn. Maar heb je al een boomwiel nodig? Maar dat maakt niet uit. Dat heeft Char ook al genoeg. Goed, oké. Dan hebben we denk ik alles, schatten. Kijk, hier is nog een diepe slimeput. Dat gaat gewoon heel diep naar beneden. Of niet? Ja, toch? Ja, dat gaat gewoon diep naar beneden. Slime. En hier nog een klein piertje aan het randje van sneeuw zelfs helemaal. Hier, met ook slijm. Ik vind het slime. Echt een van de nieuwe, coolste gebieden die er zijn, deze. Die gemaakt is. Het is heel, heel industrieel, maar ook heel... vooral dat het zeg maar een dirt overal als pad heeft, vind ik leuk. Dat zeg maar wel de omgeving nog heel natuurlijk laat lijken. Met je houthakkers vibe of zo. Ja. Met je houthakker vibes geeft het. Maar toch dan met fabrieken. Heel, heel gaaf gewoon. Goed, dan hebben we dit mooie pad hier. Hier links hoor je allemaal villagers als je er langs loopt. Dan lopen wij door deze tunnel. Ook een mooi detail. Nee, daar ben ik. Nee, dat is gewoon een kleine geitje. Het zijn gewoon opslag van villagers en een kip die dood is hier. Dan dit pad, dat gaat als het goed is naar Manny's Mansion. Ik denk dat we naar Manny's Mansion wel even langs kunnen, toch? Mm-hmm. Als we toch bezig zijn, gaan we een keertje heel uit. Want ik heb in 2 video's geleden heb ik een soort van de kamers heel snel laten zien, maar niet uitgebreid. Ik denk dat mensen daar ook alle details wel willen zien. Want daar wederom gemaakt door Char dit. Er zitten zoveel details in dat gebouw. Goed, we zijn aangekomen bij Manny's Mansion. Dat zit tussen de... Ja, hoe heet dat gebied daar? Ik weet niet echt hoe ik het moet noemen. Ik weet het ook niet. Het is niet echt Char basis, maar het is een soort van industrieel gebied. Dat inderdaad. En tussen jouw basis in is het. En natuurlijk achter mijn basis. Manny's Mansion. Voordat we erin gaan, zullen we naar die ruimte beneden? Want volgens mij ben ik daar nog nooit geweest. Ik ben er wel eens geweest te kijken, maar niet in mijn video. Nog. Oh, daar zit ook nog wat. Hier zitten de pumpkin en melon farm. Oh, die zitten hier. Oké, niet heel bijzonder. Gewoon simpel, maar redelijk simpel. Meerdere lagen met farms. Ik geloof een stuk of 2 of 3. Oh, het gaat wel dieper dus nog. Ja. Ja, aan deze kant kan je het goed zien. Oh, ja, je kan het hier inderdaad zien. Dat gaat inderdaad een stuk dieper. Oké. Hoe kom je hieruit? Oh, hier zo. Ja. Oké, dus dit zijn de melon en pumpkin farms. En als we dan doorlopen en in plaats van eerst erin gaan, eerst even naar beneden gaan. Want er is dus een soort van geheimachtige kelder. Dat is niet echt geheim, maar als je niet weet dat hij er zit, dan kom je er redelijk achter. Nee, dat inderdaad. Kijk, er zit hier helemaal verstopt hieronder, onder de brug. Want wat is deze? Ik snap nooit eens goed. Wat is dit? Hier staan ook farms. Links heb je de aardappelfarms. Aardappelfarms. Daar aan de andere kant de wortel. Recht even over bamboe. Bamboe, oké. En al deze buizen hier... Die transporteren het automatisch naar Manny's Mansion. Samen met de pompoenen en meloenen. Dus daar komen we zo. Je ziet ook af en toe wat dingen erheen komen nu. Kijk, daar gaat het inderdaad. Ja, je ziet allemaal items erheen gaan. Dus dit is gewoon eigenlijk behind the scenes. En uiteindelijk komt het allemaal boven terecht. Ja, uiteindelijk kan je dat in Manny's Mansion allemaal gebruiken om te ruilen met de villagers. Ah, het is een heel groot systeem dus. Oké, dan is het nu tijd om Manny's Mansion helemaal te laten zien. Gewoon helemaal een grote rondleiding. Ah, het blijft een mooi gebouw. Ik weet nog dat ik volgens mij een weekend weg was. En toen kwam ik terug en toen stond hij er ineens. Ja, gewoon na een weekendje. Dat is heel snel gegaan. Want hij is ontworpen door Char. Samengebouwd met meneer KB. Waardoor het zo snel ging. Oké, dan komen we hier. Geef jij maar de hele ronde. Ik ben wel heel benieuwd. Ik weet het ook niet allemaal. Maar wat ik wel weet. In ieder geval de grote hal hier. Hier de farmers zitten. Hier, dan kijk al die details overal dan ook gewoon. Overal hier zitten decoratie. De farmers inderdaad. De farm villages. En hier komen ook al die farms uit. Dus hier hier komen die dingen uit die we net beneden zagen. Hier die meloenen, pompoenen en zo. Meloenen, ja, dat komt allemaal hier uit. Je ziet het ook gaan. Je ziet het ook gewoon, zeg maar, hier zo. Naar boven gaan. Dit is dus helemaal dat systeem dat we net beneden zagen. Dit. Ja, dit komt helemaal van beneden. Ah, oké, cool. Dan hebben wij hier links, de Fletchers inderdaad. Wauw, mooi ook gewoon weer. Leuk dat ze allemaal een ander interieur hebben, dat het niet zeg maar hetzelfde is elke keer. Ja, het interieur matcht heel goed met wat de daadwerkelijke villager doet. Dat inderdaad, dat moet jullie maar opletten thuis als kijker. Maakt niet uit waar we komen, maar het interieur matcht met het soort villager dat er zeg maar in leeft. Dat is zo'n leuk detail, ook weer gewoon even een tukje doen. Want zoals hier, dit hebben we natuurlijk al in de vorige video gezien komen bij de librarians uit. En dit hier, nou, ik moet zeggen, is leuk. Maar hier matcht het wel. Laat maar, de boekenkasten zijn allemaal hier. Ik wou zeggen, ik mis wel boekenkasten hier. Ja, hier zijn minder boekenkasten. Minder boekenkasten, inderdaad. En hier heb je ook de kaartenmakers. De kaartenmakers, maar natuurlijk een mappie hier. En die is wel outdated, volgens mij. Als ik zeg maar, voor mijn gevoel zit hier nu Charder. Ja, dit is wel of nee, dat zit hier. Kaart, ja. Of niet, het industriële. Even kijken, als ik dit weghaal hier. Hier, kijk maar, je ziet een gedeelte van jouw basis nu. En hier, het pad hier ook, overigens, volgens mij. Ja. Kijk, zie je dat pad? Daarom, hij moet nog even geüpdatet worden, maar dat komt wel goed. Nou, hier inderdaad, dit zijn de cartographers van Char. Dan hier komen we vandaan. Wat wordt dit? Winkel in... Oh, hier komt nog een winkel. Oh, leuk. Leuk. Nou, naar de volgende verdieping natuurlijk. Verdieping 2, of verdieping 1 ligt er eigenlijk aan. Oh, dit vind ik zo'n leuke ruimte, dit.
Dit zijn zeg maar van die sushi-tentjes. Ze hebben ook echt van die dingen op, bandana's op hun hoofd. Ik geloof dat Floor deze kamer ontworpen heeft. Ja, Floor kan ook zo goed in de interieur bouwen. Althans, Floor kan heel creatief. Nou, echt goed gewoon. Maar kijk, dit is zo'n sushi-plaat. Ja. Zo'n grillplaat, weet je. Lekker zitten. Waar je lekker kan zitten, dan kan je lekker naar de grill eten. En dan gaan ze eieren in je mond schieten en zo. Dat vind ik zo, dat is zo'n goed detail weer allemaal, dit. Zo leuk. Dan lopen we door naar de andere kant. Ik denk dat dit mijn favoriete interieur is. Deze ruimte hier. Dit zijn de, clerics. Hoe heet het niet? Die clerics inderdaad. Dat zijn natuurlijk een beetje soort van die, hoe noem je dat? Potionmakers en zo. En dan heb je hier die grote bottle in het midden. En je hebt hier die buizen lopen. Met smurrie erdoorheen. Gewoon met rode smurrie overal. Is het gewoon, dit is echt, en dit ook hier. En volgens mij deze en die ruimte die buizen hier lopen allemaal hier door. Want hier heb je de letterworkers. Oh, kijk, hier komt het dus hier in. Hier heb je geel, hier heb je blauw, oranje, rood. Oh, dus zij maken de kleurstoffen hier voor deze villagers hier, is het verhaal. Zoiets, ja. Oh, ja. Want hier kun je inderdaad gewoon met gekleurde armor creëren. Echt heel goed bedacht, echt heel goed in elkaar gezet. En elke cauldron, of cauldron hier, heeft ook zeg maar dat kleurtje erin zitten. Ook met door Char gedaan met die item frames weer, zie je. Oké, wat hebben we nog meer? Ga naar de andere kant van deze verdieping. We hebben hier natuurlijk het uitzichtpuntje hier zo. Dan kijk je uit op mijn basis en that's it, denk ik. Ja, een beetje daar Charder thuisbasis. Lopen we gezellig door. Komen hier we hier uit in, wat is dit? Weaponsmith. Oh, ja, oké. Wat simpeler interieur hebben deze. Oh, trouwens, nee, dit hier. Dit vind ik echt heel cool. Dit gedeelte hier, de toolsmith zijn het inderdaad. Kijk dit dan. Dit hangen die dingen, ze swingen ook zo, weet je. Ze hangen niet recht, nee, ze swingen allemaal een beetje. Alsof door de wind waait. En dan hier die samurai natuurlijk. Ja, erg mooi, erg mooi. En hier, wat is dit? Toolsmith, dit hier ook hier. En hier ook weer een detail met het zwaard. Kijk dat die brokjes eromheen ook echt. Als het zwaard echt erin is gegogen. Dat het hart tussen het steen is gestopt. Goed detail weer. Leuk, leuk. Dit zijn toolsmiths of weaponsmiths. Toolsmiths zijn dit. Ja. Huh? Wat hebben we hier? Een minikamertje. Oh, geen idee. Een minikamertje? Oh, een leeg hokje naar boven of zo. Ik weet het niet. Nou, dan gaan we weer de verdieping omhoog. Heb jij al een abonnement op dit gebouw? Ik heb nog geen abonnement. Oh. Maar ik kom hier af en toe wel. Ik mag hier wel komen, denk ik. Oh, ja, tuurlijk. Zij mag ook mijn farms gebruiken. Ja, daarom ook wel goed. Dus jullie de mason. Dan hebben we hier nog wel een leeg ruimtetje. Maar dit van de mason ziet er leuk uit. En hier dit hebben we de fishermans inderdaad. Ook hartstikke leuk in elkaar gezet. Eettafeltje. Eettafeltje waar ze kunnen chillen. Hierboven is denk ik niet zoveel. Je moet je parcours. Je moet parcouren? Wat is hierboven dan? Waarom moet je parcouren? Oh, dat heb ik echt geen zin om dat te doen. Als jou het lukt, dan mag je vertellen aan de kijkers wat er zit. Ook even rapporteren wat er... Nee, we komen er nooit achter. Ik denk dat het niet haalbaar is. We komen er nooit achter wat er zit. Heb hier natuurlijk Mandy's kamertje, daar komen we zo meteen. Maar eerst even hier langs de armorers. Waar mensen natuurlijk armor maken. En dan hier en heb deze je... vind ik ook wel heel leuk. Met dit alle is bedden. Ja, met al die shepherds inderdaad. Een soort van grote slaapkamer. Deze guy heeft wel echt een masterbed hier gewoon. Ja, dit is een hele leuke ruimte. Hele leuke ruimte waar alle soorten villetjes zijn er gewoon. Mooi hoog plafond. Mooi mega hoog plafond inderdaad hier ook. Lijkt het een beetje op een tent. Alsof ze zeg maar in een tent zitten. Zo'n vibe. Allemaal in één gigantische tent. Ja, inderdaad. En hier hebben we Mandy's hokje natuurlijk. Ja, Mandy's torentje. Dit is de eigenares van... Wat staat hier? Recept voor appelkoek. Oh, lekker. Die appelskierkoek. We hebben hier natuurlijk het torentje van Mandy. Mandy was de villager van meneer KB volgens mij. En die is dan zeg maar de eigenaar van het gebouw. Hij is natuurlijk gemaakt door Charme. Eigenlijk is hij van Mandy. Volgens mij dit gebouw. Dit is de eigenares. Doet ze goed. Mandy is hier gewoon komen wonen. Die is hier gewoon komen wonen. En die heeft gewoon geclaimd dat het nu Mandy's mansion is. Ja, dat was denk ik Mandy's mansion. Dat was denk ik Mandy's mansion. Ja, hij is echt groot. Het is echt een mega gebouw. Oké. Okay. Uitzicht op het balkon. Mooi uitzicht inderdaad. Vanaf hier lekker op mijn basisje daar. Dus doen we mijn basis als laatst, want die hebben de mensen waarschijnlijk het meest gezien. Dus het is natuurlijk juist leuk als we eerst even alle andere dingen laten zien. Dus als we even over dit pad heen vliegen, dan hebben we nu dit gedeelte hier hebben we helemaal gehad. We hebben meneer KB's basis, jouw basis, Mandy's Mansion en het industriële gebied daar. Dan hebben we natuurlijk mijn basis, die slaan we even over. Want laten we eerst eventjes hier bij het laatste van Char gaan kijken, namelijk haar thuisbasis. Basis, een startersbasis. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, hier is gewoon gestart. Ja, hier, dit is een startersbasis. Maar ze woont er ook nog steeds. Dus de chestroom en zo is hier ook nog steeds, toch? Ja, we hebben hier inderdaad markkraampjes. Die van Harlow. Die verkoopt een wolf armor. Dan hebben we hier een markkraam van Char. Waar je missies kan halen. En dan kan je diamonds verdienen. Hier de kraam van René en Floor. Die zo te zien helemaal leeggekocht is. Nog steeds maar is de honingkraam. En we hebben hier iron, glow ink en leer. Oh, en hier nog meer. Kraam van Char, wat is dit? Oh ja, dit was de oude vuurwerkkraam en Elytra's. Zo'n shulkerbox kon je hier kopen. Goed, dan gaan we hier eerst naar links. Dit is de... De opslag voor alle farm. Oh, we gaan hieronder inderdaad. Gaan we eerst kijken.
Hier heb je inderdaad alle farmspullen die ze opslaat. In dit hokje hier. Dan hier beneden heb je veel honing. Heel veel honing en smurrie hier beneden. Ja, want dit was de oude honingfarm, toch? Ja, hierboven zitten de bijen. Dus meer een handmatig bijenhokje. Die vliegen daar gewoon lekker gezellig rond. Ja, gewoon een gezellig. Hier zitten ook honingfarms, zoals dit heen. Hier zaten de honingfarms. Ah, die zijn verplaatst, zo te zien. Die zijn verhuisd. Die zijn verhuisd naar het nieuwe gebied. Dan als we hier omhoog lopen, hier tussen de dingen door, dan kom je bij het huis. Dit is eigenlijk, Char heeft al die grote dingen en dan dit is letterlijk ze woont hier. Ze woont in dit huis, dit is haar huis. Alles wat je net gezien hebt was door haar gebouwd, als die laatste twee dingen. En volgens woont ze hierin. Dit is gewoon letterlijk als je hier binnenkomt, heb je dit hier, hartstikke leuk. Dan ga je naar beneden toe hier en dan kom je hier in de chestroom. Dit is de chestroom. Zo massaal groot allemaal en uiteindelijk woont ze zo simpel. Ja, waarom? Zo, en dan hierboven slaapt, denk ik. Mooi bed, midden in de kamer gewoon. Nou, het is bijna net zo mooi als jouw bed. Ik vond jouw bed eigenlijk nog wel mooi. Ja. Dan, dit is het honinghuis. Daar kunnen we ook nog wel even kijken. Dus heb je hier ook van die leuke dingen staan zoals dit, die tonnen. Hartstikke leuk. En dan hier, hij is helemaal leeg van binnen het honinghuisje. Een mooi pad erachter naar de ingang. Maar ja, die is helemaal leeg natuurlijk. Dubbele deur. Oh, dit is het bijenhokje. Je bent nog nooit in geweest in dit hok. Ja, hier wonen deze bijtjes gewoon vredig. Vredig, vast in gevangenschap. Nou, ze hebben het hartstikke naar hun zin, denk ik. Goed, dan gaan we hier omhoog. Dan kom je hier bij een paardenhoekje uit. Dit is de bibliotheek. Oh, dat is de verkeerde kant op. Ja. Dit is de bibliotheek, toch? Ja. Dit hier, ja. Hier is de boekenwinkel. De boekenwinkel. Oh ja, de boekenwinkel. Nou, hier heb je, kan je enchanten. En dan hierboven is gewoon een beetje decoratie en zo. En dan hier beneden is de boekenwinkel. Hier ben ik ook in mijn video's natuurlijk wel veel geweest. Hier kan je gewoon boeken kopen. Heb je overigens een map die heel erg outdated is, volgens mij. Wow! Mijn hele megabasis staat er niet eens op. Gewoon niks ervan. Oh, helemaal leeg. Hier, helemaal niks. Kijk, als ik deze pak. Hier, laat hem eens terug. Oh ja, hij heeft het nog niet helemaal ingeladen. Nee, maar je ziet het verschil. Maar je ziet inderdaad het verschil. Zeg maar, hij moet hem nog meer inladen. Hier, Justin is ook nog maar net begonnen. Oh mijn god. En er is zo weinig gedaan. Rick's dingen is er nog niet eens. Heel veel. Wat is deze map outdated? Wauw. Deze mag ook een keer geüpdate worden, ja. Ja, die mag ook al een keer geüpdate worden, ja. Gaan we weer omhoog? Moeten we weer even een tukje doen, hè? Wordt het donker? Ja, gaan we weer een tukje doen. Oh, even wachten. Goed, dan hebben we hier gewoon een mooie toren. Hartstikke leuk. Volgens mij niet ingericht of zo verder. Gewoon een leuke toren. Dan hier heb je de dieren. Hartstikke leuk. En hierboven, althans dit is de lift naar mijn basis. Maar daar gaan we natuurlijk nog niet in. Dan hier heb je haar posthokje. Hier ontvangt Char natuurlijk al haar post die naar haar verstuurd wordt via mijn postkantoor. Ook heel leuk. En dit is haar eerste huisje, toch? Hier. Ja. Ja. Hier is mijn vrouw de actrice. Oh ja, hier is de actrice waar we het over hadden. Daar heb je hem, net meneer Varken. Oh, die is heel lang aan het zwemmen daar. Die zit daar gewoon echt te chillen altijd. Ja. En dit is Char, haar eerste huisje. Dit is haar eerste huisje, ja. Ja, dit weet ik nog toen ik met mijn cactus bezig was daar. Werd deze ook gebouwd tegelijkertijd. Die is tegelijkertijd gebouwd met mijn cactus. Ja, dat is leuk. Laten we even kijken hoe die er van binnen uitziet. Volgens mij helemaal gegriefd lijkt het wel. Dat is niet helemaal waar, maar het lijkt wel half gegriefd, half leeg. Allemaal verhuisd. Allemaal verhuisd inderdaad. Het is echt heel verlaten dit huis van binnen. Ze wel nog... Ah, oh, Harriette, mocht je niet mee met de verhuizing? Dat vind ik echt heel sneu. Harriette zit hier maar een beetje. Die woont hier nog. En hier beneden woont Flip, toch? Oh, Flip is er niet meer. Die is ook verhuisd. Flip is ook verhuisd, zo te zien. En hier is de mine, die gebruik ik altijd heel vaak. En de Iron Golem Farm. Dan was dat Shard basis, hè? Hier. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dan lopen we door, want dan komen we hier uit bij het prachtige standbeeld van Petra Nellis. Ik was bijna de naam vergeten. Die heb jij nog gebouwd nadat je er hebt vermoord. Ja. Jij hebt er vermoord. Jij hebt er vermoord. Hij is wel leuk. Hij is wel echt heel leuk. Petra Nellis. Goed, ja, we gaan Petra Nellis nooit hier... vergeten. Oh, sorry. Wat zei? We gaan Petra Nellis nooit vergeten. We gaan Petra Nellis nooit vergeten. Dan hebben we hier mijn cactus, of mijn cacao farm, die nog steeds staat. En die is gewoon, ben ik echt heel trots op dat die nog steeds niet weggehaald is. En... dit ding hier. Hij vliegt hier zo lelijk en meerdere mensen hebben hem al weg willen halen. Maar ik heb in iedereen gesmeekt of ze hem alsjeblieft kunnen laten staan. Want er zitten nog bijtjes in en dit is hun woonplek. Ze wonen hier, we moeten dat respecteren. Dit is hun woonplek. Deze gaan hier nooit weg. Deze gaat hier nooit weg, deze dingen hier. Zullen we dan eerst langs jouw basis? Dan gaan we hier langs de waterval over de brug. Zo, hoppakee, hartstikke leuk. Dan, dit is het waar de eerste dood ooit is geweest. Jij bent hier ingevallen. Jij was de eerste dood van heel Content Veen. Gewoon, in dit gat hier. Daar heb ik dan, dit is jouw postpunt. Oh nee, wacht, jij kan je rondleiding geven. Dit is jouw plek. Ja. We zijn weer bij jouw basis. Dit is mijn, mijn postontvangplek. Wow, dit is je oude basis trouwens. Hier woon je niet meer, toch? Ja, kan ik mijn post trouwens nog laten omleggen naar mijn nieuwe basis? Hebben we het nog wel eens over. Ja, natuurlijk kan dat. Dat komt heel goed. Je nette portal hier. Nou, laat maar zien. Niks overslaan. Hier heb ik mijn wolopslag.
Met wol. Leuk. Oh, goed om te weten. Kan ik hier even bestelen. Oh, dit was. Alle kleuren wol. Ja, hier is de wol farm. Dus produceert die wol ja, en af en toe verplaatst ik het. Ja, dit is gewoon waar je voor je wolwinkel natuurlijk ook gewoon. Ja, precies. Ja, want dit is jouw startersbasis, hè? Gewoon ja, het idee begon je om later uiteindelijk te verhuizen naar wat groters. Deze staat nog leeg. Deze staat helemaal leeg, maar de onderverdieping de daarentegen, die is... De collectiesysteem van Mayan Farm. Oh mijn god, ik wil ook zoveel ijzer hebben. Oké. Okay. En die Iron Farm zelf, die hangt daarboven. Dat die hangt, is, in... Die hangt in de container, wacht, aan de kraan. Van... Waarom, wat heb je tegen kippen? Ja, nee, ze lopen gewoon in de weg. Ja, want jij hebt hier je grote hijskraan staan, daar hangt de container aan. Daar hangt, daar zit de Iron Farm in en dan vallen de Iron Golems uit de container, zo in die andere container. Oké, okay. Nice, leuk. Dus dan kunnen we er ook in. Hier, ja, je kan in de kraan. Ik kom even kijken boven de kraan. Je kan gewoon omhoog klimmen. Even je voet in mijn gezicht. Ja, sorry. Hier kan de bestuurder zitten. Oh, ja, oké, leuk. En dan hier loopt hier... op de kraan. Ah, leuk. Moet een beetje oppassen. En hier wonen dan mijn villagers die... Die zie je alleen niet. Die zitten gewoon helemaal opgesloten. Verstopt. Oh, joh. Die zien geen daglicht. Maar ja, hier door het raampje kan je ze zien in een 5. Oh ja, daar zitten ze inderdaad. Daar zitten ze, ja. Heel stress zijn ze. Maar dan hier spannen de Iron Golems en die vallen dan daar naar beneden. En die vallen dan... Oh. Oeh. Even proces van... die vallen in de grote lava. Die vallen in de lava. Zo te zien. Ja, oké, okay, leuk. Dan gaan ze dood en dan heb jij het ijzer. Ja. Dan hebben we hier dit oranje hoekie. Dit is mijn slaapkamer. Ja, hier hebben we ook al gechilled. Hier hebben we ons plan voor sumo bedacht. Ja, hier sliep ik altijd. Vroeger, toen het nog vredig was. Oh, dit was mijn opslagje. Oh, leuk. Wel cute. Allemaal ook verhuisd. Cute, een cute chestroom. En hier heb ik een bloem. Mooi, mooi bloem. Leuk verhaal is dat wel. Bloemetje gekregen. Ooit begon ik, want we hebben allebei een island farm en die produceren natuurlijk heel veel bloemen. Ja, dus op een gegeven moment ging ik haar hele veld gewoon volplaatsen met poppies. En daar werd ze op een gegeven moment zo gek van. En toen heeft ze mijn hele basis volgeplant met poppies. Toen heb ik haar hele basis volgeplant. Toen heeft zij mijn hele basis volgeplant met bloempotten. Ja. Toen heb ik haar hele huis volgestopt met Iron Golems. En toen stond mijn hele basis vol met gigantische bloemen. En je hebt er eentje overgelaten. En toen heb ik er eentje laten staan. Als herinnering aan de strijd. Ja, ja. Ik weet nog steeds niet wie er eigenlijk heeft gewonnen, maar... ja, maar we hebben hier nog één huis, die gele. Die is leeg. Oh, maar hij is wel leuk. Dus we gewoon een gele container. Hij is wel leuk, maar hij is wel leeg. Oké, nou, prima. Dan gaan we door, denk ik. En een nether portal. Ja, je nether portal die staat hier om het hoekje. Die iedereen gebruikt. Je kan zeggen, die gebruik ik ook nog steeds. Als ik echt naar nether wil, gebruik ik nog steeds die portal. Goed, dan gaan we nu door naar, denk ik... Oh nee, bijna. Bijna naar het meest chaotische plekje van heel de server. We hebben eerst Harlow's plekje hier. Harlow heeft hier namelijk hartstikke leuk... Een, wat is dit? Een draaimolen. Een draaimolen. Hij heeft hier een hele leuke draaimolen. Hier kan je tickets volgens mij halen. Dit is de kassa waar je een ticket kan kopen. Hier. Dan heb je hier een leuk terrasje. En is het een grafsteen in het water? Nee, dit is voor zijn nieuwe video's en plannen geloof ik. Oh, het lijkt wel een grafsteen in het water, joh. Ja, hier heeft hij een leuk terrasje inderdaad aan het water waar je lekker kan zitten. En dan hier heb je die... Ik vind deze draaimolen vind ik leuk. Het is een goede draaimolen met slakjes en zo. Dan gaan we hier weer terug omhoog. Dan kom je bij Harlow zijn, letterlijk zijn basis. Zijn chestroom waar hij woont. Ja. Dit toch? Zijn volgens camper. Mij woont Harlow. Nee, niet. Wat was zijn. Nee, want hij heeft hier geen kisten. Ja, zijn kisten die zitten. Is hij verplaatst? Waar woont hij? Nee, ik denk dat dit zijn kistenkamer is. Oh, my days. Meen je dat Harlow zijn kistenkamer dit hier is? Dit zooitje. Oh, Harlow. Harlow is. Oh, hij heeft wel veel diamonds. Wat een kistenrommel heeft hij ervan gemaakt. Ja. Oh mijn god, ja, dan heb je hier de barbecue van Harlow. Oh. Ik vind het wel gezellig. Het is wel een leuk plekje. Harlow doet wel zijn best om het een beetje leuk aan te kleden allemaal. Want, over aankleding gesproken... Wat is dit hier? Wacht even. Dat is reclame voor Rijn in de winkel. Oh. Winkel die weg is gereden. Die wou zeggen, die weg is gereden. Dan hebben we hier Zombo zijn plek. En dit is denk ik de meest chaotische basis van heel Coldwatveen. Dat moet wel. Dat moet wel. We hebben hier zijn huis op stelten met de snor. Ik weet niet hoe je erin komt. Volgens mij kan je er niet in komen. Niet normaal op zijn minst. Dan hebben we hier een huis op stelten waar een... volgens mij, wat was het idee? Er is een ruimteschip opgecrashed op de huis op stelten. Waardoor er hier overal rommel op de grond ligt. En hier liggen bijvoorbeeld ook gedeeltes van het ruimteschip. Dan hebben we hier een taart staan. En hier hebben we de grootste stelt ooit, gewoon. Het is echt één grote rommel van deze Zombo hier. Deze man denkt, ik ga gewoon stelten bouwen, stelten. En ik bouw hier de grootste stelt ooit. En dit is ooit. De kistenkamer, denk ik. En kijk, maar zijn kistenruimte daarentegen is wel meer georganiseerd dan Harlow. Oh, kistenruimte. Oh mijn god, je kan... Oh, wat is het donker. Ik kan bijna de bovenkant niet zien. Ik moet wel zeggen, het is wel origineel dat hij gewoon stelten bouwt.
Ja, vraag me af of hij er ooit nog een gaat bouwen en of er dan ook een groot huis in komt. Misschien wordt dat wel zijn megabasis. Heel hoog in de lucht. Gewoon een hele, heel groot. Dan zou ik het oprecht heel cool vinden. Als hij nog een stijl bouwt en dan gewoon een groot huis in het midden. Gewoon in dezelfde stijl als het eerste huisje. Hier mag heel simpel, weet je. Maar dan gewoon grootschalig. Dat zou oprecht heel leuk zijn. Oké, dat is dan de basis van Sesombo. Het is zo'n rommeltje hier. Dit is een bed. Maar het is zo'n rommeltje als je alles de grond ook zo ziet. Dit ook hier. Kijk, wat is dit? Dit is volgens mij dat gesneden soort ruimteschip. Ik denk het ook. Oh mijn god. Goed, dan komen we bij een van mijn andere favoriete plekjes. Is namelijk de basis van Justin. Die is lekker vredig, is het. Naast de chaos van Sesombo natuurlijk. Kom je hier bij de vredige basis van... Is hij vredig, toch? Wat is hier? Er is een lama opgehangen. Nee! Heel interessant. Die laten we wel lekker hangen. Nee, je hebt hier de boer Justin zijn hele basis. En hij heeft een paar dingen gebouwd. Je hebt hier ten eerste heeft hij gewoon zijn boerderij. Hij is nog niet ingericht natuurlijk, maar dit is gewoon waar denk ik zijn dieren komen. En ik vind het leuk. Ik vind vooral het water van het dak vind ik leuk. Dan heb je hier zijn farms. Ja, gewoon simpel. Kijk, Justin die houdt lekker van back to the roots, weet je. Die maakt niet automatische farms. Nee, die gaat gewoon lekker farmpjes bouwen hier waar hij kan farmen. Gewoon lekker kan minecraften, weet je. Dan, als we even weer een dutje doen. Dit is ook zijn kas, denk ik. Ja, zijn kas inderdaad. Mag eens een dutje doen. En hier heeft hij inderdaad zijn kas. Dit is ook zo'n leuk gebouw, dit. Leuk bedacht. Oh, er klopt alleen iemand even met de windcharts trapdoors opengegooid. Ja, de kas. En er staat hier, dat heb ik gedaan. Kijk, er staat Justin. Als je bij 5 gaat, staat Justin in de vloer. Dat heb ik gedaan. Samen met Rick, volgens mij. En dit is zijn kas. Hij moet er alleen nog even een pad naartoe maken, naar de rest toe. Maar dit is de kas van... Ja, dat ziet er leuk uit. Ja, leuk, hè? En hier zijn huisje. Ja, die komen bij zijn huisje uit. Hier heb je eerst nog zijn postpunt, waar hij zo te zien al een tijdje niet meer naar zijn post gekeken heeft. Manny's Mansion en Sumo Toernooi heeft hij. Daarom was hij er niet bij, heeft zijn post nooit gekeken. Die man heeft zijn post niet bekeken. Dan gaan we hier doorlopen inderdaad naar zijn woonhuisje. Hier woont Justin. Wat een cute huisje is dit, hè? Ja, dit is een schattig huisje. Het is echt een cutie. Ja, en ook leuk. Lekker druk ingericht. Hier heeft hij Angelique. Hey, Angelique! Die heb ik altijd niet gezien. Ik zie dat hij hier stond, Angelique. Yo, dan hebben we hier zijn... Zijn kat hebben we hier ook, die van René heeft gekregen. Is mijn goudvis nog ergens? Ik heb hem ooit goudvis gegeven. Volgens mij... Want ik heb Justin zijn spullen in de kringloopwinkel gestopt. Oh. Maar volgens mij zit zijn goudvis hier ergens in. Of die heb ik dus in de kringloopwinkel neergezet. Dat kan ook. Daar heb je heel veel kans op. Je hebt kans dat ik dat inderdaad in de kringloopwinkel... Oh nee, hier, Guppy. Daar heb je hem. Guppy. In deze barrel. Ah, daar is hij. Guppy, daar is hij. Nou, leuk dat ingericht natuurlijk. En hij heeft zelfs een uitkijktoren hierboven, joh. Hier ben ik helemaal nooit geweest. Kan je erin? Ja. En dan? Ja, joh, het is gewoon echt een uitkijktorentje inderdaad. Wow, dit is best wel grappig inderdaad. Ik kan ook wel leuk de span zien. Ja, goed. Dan gaan we even verder. Want Justin heeft, als het goed is, dan moeten we even hier vliegen. Die heeft hierboven nog een nieuw iets gestart. Het is nog niet af, zoals je kan zien. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is een beetje Efteling-vibes of zo, omdat het zo klein is. Snap je? Ja. Vooral dit huis hier in het midden. Sprookjesachtig. Ja, een beetje sprookjes, maar ook heel boers inderdaad. Heel leuk. Ik ben benieuwd wat hij hier allemaal van gaat maken. Hij is wel druk bezig, zo te zien. Ja. Dan hierachter kunnen we heel even snel overheen. Dan heb je gewoon een aantal farms. Dat is een beetje de bomen... Hakplek van Rick, zelfde voor daar. En gewoon random poepzooi allemaal. Daar hoeven we denk ik niet heen. Dan hebben we hier, als we even vliegen... Angelique, haar standbeeld. Met, als je het ziet, een squid op de neus. En hier heb je het dragon egg. De dragon egg heb je hier. Daar kunnen we ook wel in. Zo. Nee, ik mis hem. Ja, hier heb je de dragon egg. Want Angelique heeft natuurlijk uiteindelijk de ender dragon verslagen. Dat is gewoon de lore van Content Veen. Wat een mooie landing was dat. Ja. Heel rustig. Heel rustig. Nee, leuk. Leuk, Angelique. Goed, dan gaan we nu verder. Want dit was denk ik Justin zijn basis, hè? Dat denk ik ook wel, ja. Hele leuke basis. Komen we nu uit... bij de grote wolkenkrabber van Ricky, die nog niet af is. Het was me helemaal nog niet opgevallen dat het bouwterrein hier weg is en alle hekken. Het bouwterrein is helemaal weg, inderdaad. Normaal moest je je stalen neus aan en je bouwhelm op. Skate staat er nog wel. Maar hij heeft een beetje... hij is begonnen met gewoon zijn onderste verdieping ook. Ja, want hij is wel echt hoog. Het is echt het hoogste gebouw uit de server, dit. Hij is echt hoog, inderdaad. Hij is net zo hoog als de stelt, alleen dan is het een gebouw. Het is inderdaad echt een wolkenkrabber. Nou, laten we er even ingaan. Want je hebt hier, hij is nog niet echt goed begonnen met zijn interieur. Wat is dit? Wat is dit? Ik dacht dat dit zijn liftselectiepaneel wordt. Oh, dan kan je kiezen naar welke verdieping je gaat. Ja. Oh, oké, maar voor nu gaat hij gewoon helemaal naar de bovenste, denk ik. Of halverwege? Ja, gaat hij inderdaad. Je komt halverwege, kom je uit. Dan hebben we hier de haker hideout. Zullen we daar beginnen? Oh, jij bent er boven. Ja. We beginnen wel boven. Ja, oké. Ja. De rechtbank is hierboven. Ja, hier gaat hij mij aanklagen. Hier op deze verdieping. Ja, en zo te zien is, dit was altijd de bovenste verdieping, dit. Maar nu is hier een lift naar nog hoger. Inderdaad. Hé, het valt mij nu ook pas op dat die hele hijskraan weg is. Er stond hier een mega hijskraan naast. Die is gewoon weg.
Ja, dat kon natuurlijk niet omdat het gebouw een stuk hoger moest. Ah, dat kon natuurlijk niet omdat het gebouw hoger ging. Je hebt hier inderdaad... Wacht, gaan we eerst even die verdiepingen hier kijken, voordat we een stuk hoger gaan. Je hebt hier namelijk op deze verdieping... De enige verdieping die een beetje af is, is die hieronder. Je hebt de hacker hideout hier. Dit is waar we de meeting hadden voor de trial chamber die we gedaan hadden. En het uitzicht hier is wel echt heel cool. Je zit echt heel hoog, zit je hier. Je zit gewoon... Je kan letterlijk alles zien aan deze kant van de berg, zeg maar. Hier ook namelijk. Je kan heel Justin's basis hier zien. Venetië, daar komen we zo meteen nog. Ja, leuk. Heel leuk. En dan hier één verdieping lager weer. Komen we bij de bloemenwinkel. Is daar nog een uitgang voor? Ja. Oh, dat, ja? Ja? Oké, prima. Dan ga je, dan ga je wel naar beneden, maar... Oh, ja, dat maakt niet uit. Dan gaan we daar weer naar boven. Ja, dit is de verdieping die helemaal af is. Dit is zijn groenwinkel. Ja, bloemenwinkel. Gewoon alles wat met natuur te maken alle heeft. Planten en dingen, die kan je hier... Planten, leaves, weet ik veel wat allemaal. Alles wat je kan bedenken. Ja, daarom. Hij verkoopt alles wat je kan bedenken. Alles wat groen is, zeg maar, verkoopt hij gewoon. Ferns, ja. Ik vergeet dat dit bestaat, wat echt zonde is, want... En soms verzamel ik dit en dan kom ik erachter dat hij dit gewoon verkoopt allemaal. Dus dan moet ik even rekening mee houden dat hij dit gewoon allemaal hier verkoopt, die Ricky. Zo, dan gaan we helemaal naar beneden. Om vervolgens weer helemaal omhoog te gaan. Want we kunnen nog een stuk hoger. Er is nog niks, maar ik wil wel gewoon even bovenop staan. Kijk, we kunnen hier namelijk hier omhoog lopen. Deze verdieping. En dan hier nog een stuk omhoog. Het is echt niet normaal hoe hoog dit gebouw is. Gigantisch hoog. Ik ben ook zo benieuwd hoe dit gebouw eruit ziet als hij helemaal af is. Volgens mij gaat dit echt, echt, echt een heel cool gebouw worden. Gok dat Ricky hier echt nog ons kan verbazen met wat voor gaaf gebouw dit gaat zijn. Als hij af is. Kijk hoe hoog we zitten. Kijk hoe... Het is gewoon echt New York. Hoger dit. Dan jouw fabriek. Boven de wolken. Ja, je zit boven de wolken. Mijn fabriek staat op een berg. En zelfs hij hier staat zo laag op de grond en nog is hij hoger. Gewoon, het is ongelooflijk. De stelt is trouwens wel nog wat hoger. Hij is net iets hoger, die stelt. Maar hij moet hier gewoon antennes opbouwen en zo, waardoor deze hoog hoort. Maar niet normaal, je zit echt boven de wolken hier. Je zit echt gewoon boven de wolken zo hoog als je zit. Damn. Nou, leuk gebouw die Fariki, hè? Ja. Springen we naar beneden. En deze komt als het goed is, kom je dan helemaal beneden uit. Je kan in één keer deze freefall naar beneden maken. Dan hebben we hier de kate van Ricky. En dat is volgens mij, die leidt naar zijn chestroom hier onder de grond. Kijk, dan ga je hier naar beneden in zijn kate. En dan kom je hier in een prachtige, nog chaotischere chestroom uit. Dan volgens mij, die van Harlow blijft wel echt chaotisch van allemaal. Ik heb er nog even als pumpkin dingen van gesloopt. Oh jee. Hier hebben we schapies. Hartstikke leuk. Nee, mooi. Mooie chestroom hoor, Ricky. Erg leuk. Dan komen wij aan bij het huis. Niet van Ricky, maar van Rick. Ja, we hebben twee Rickies. Of we hebben twee keer een Rick natuurlijk in Content Fijn. Dit is van Rick Force. De enige echte meneer Force hier. Dit zijn woonhuizen. Hij staat zelfs op het balkon. Hij staat zelfs op het balkon te chillen. De veranda staat hier inderdaad. Goed, en dan vraag je je natuurlijk af, Joris. Ik weet dat jij dat al weet. Maar voor de kijker die dat niet weet. Hoe kom je dan in Rick zijn prachtige huisje nou, hè? Nou, dan gaan we hier staan. En dan klikken we op dat knopje daar. En dan ga je met de lift omhoog. Dat vind ik wel leuk bedacht. Moet je oppassen dat je je hoofd niet stoot tegen die barrel daar. Maar die barrel staat hier zodat hij stopt, zeg maar. Dat is het hele idee van die barrel. En dan loop je over deze dingen hier en dan gaat hij weer naar beneden. Kan je weer afscheid nemen. Goed, Rick zijn prachtige vliegende uphuisje. We hebben hier zijn slaapkamer. Hartstikke leuk. Ah, daar zit baby Justin. Lijkt wel op, waarom lijkt het zo klein? Het lijkt op een baby of voor een of andere reden. Zie je? Tot gewoon een normale grootte is, maar lijkt me een baby. Voor een of andere reden, omdat zijn hoofd ook zo groot is. Nou, Justin heeft gewoon heel veel hersenen. Kijk, ja, komen we uit in zijn... weet je hoe Rick dit noemde? Botanisch tuintje of zo? Geen idee. Volgens mij noemde Rick dit zijn botanische tuin. Dan hebben we hier de Ricketonius Polonius. En de... wat noem je dat? De Ralero Sombrero. Hele leuke planten. En hier ook de planteninstructie en een tuinschepje, weet ik wat allemaal. Dan hier beneden. Ben je nog nooit geweest? Ben je nog nooit geweest? Nee. Het is gewoon zo... Kijk, hier zit ik. Hey, ik zit hier. Ja, ik zit hier gezellig. De Rick Force 16K Diamond. Let's go, girls. Die heeft sowieso meneer KB geplaatst. 100%. En ken je gewoon aan die tekst dat dit meneer KB is? De Rick Force 16K Diamond. Let's go, girls. Ja, dat is 100% KB. Hier een gastenslaapkamer. Dan gaan we door. Of dat was hem. Ja, toch? Ja, hier heb je de gevaarlijke uitgang. En hier heb je gewoon de... Dit is het. Ja, want hier zit het redstone systeem. Vandaar dat die zo klein is. Ah, ja, ja. Maar waar is zijn chestroom dan? Ja, volgens mij zit die in... Niet hier. Venetië. In Venetië zijn chestroom? Ja. Huh? Wacht, dus hier naar beneden. En dan heb je hier ergens hier een gat. Kijk, hier kan je die tunnel pakken. Waar is dat nog steeds zijn oude chestroom? Oh! Nee, niet, hè? Huh? Nee, want dit is zijn houtzagerij. Dit is zijn houtzagerij van Rick.
Ja. Dan gaan we eerst langs. Nou, hieronder. De houtzagerij. Dan hieboven of hieronder. Wat heb je hieronder inderdaad? Onder heb je een meeting. Zijn kantoor. En zijn takenlijst zo te zien. En daar heeft hij best wel wat taken al afgerond. Dan heb je hier heb je zijn postpunt. Waar mijn post, zijn post van mijn postkantoor naartoe komt. Ja, dan hierboven is zijn houtzagerij. Hierboven is de winkel inderdaad. Waar die spullen verkoopt die altijd die uitverkocht nooit is. Voor wat heeft. Hey, ik zou nooit een houtwinkel openen als ik hem niet bij zou vullen. Nee. Als ik een houtwinkel zou openen, zou ik hem altijd bij. Ik snap niet dat Rick dit doet. Hij opent hem, maar hij houdt hem gewoon niet bij. Dat is gewoon niet netjes. Laat nergens op. Het staat nergens op. Zou ik nooit doen. Vooral niet in seizoen 3. Maar waar is... kijk trouwens. Dan... Hier, wacht. Voordat we naar Venetië gaan. Kijk. Kijk, je hebt hier nog. Ken je deze Rikse geheime kamer hier? Nee. Is in zijn truck dit. Oh, dit wist ik ook helemaal niet. Ja, dit is Rikse ondervragingsruimte. Waar die mensen kunnen ondervragen en zo. Als het spannend wordt. Hier een hendel. Die doet de deur dicht. Zo. Ja, daar zit je al opgesloten. Een grimmig kamertje. Het is een heel grimmig kamertje dit inderdaad. Nee, dit is in zijn houttruck hier. Kan je naar beneden en dan kan je geheime dingen hier allemaal doen als je wilt. Maar waar is de chestroom dan? Nou, hier, dit gele gebouw is de kistenkamer van Rick. Maar dit is voor Floor en René! Ja, Floor heeft het gebouw gemaakt, maar hier zit Rick's kistenkamer. Dit is gewoon letterlijk waar Rick zijn kisten doet. Wat een luiwammes is het ook gewoon. Ik denk dat hij gewoon te lui was om een gebouw te bouwen. En toen heeft ik wou net zeggen, ingehuurd. Wat een luiwammes. Zijn kisten zijn ook nog helemaal leeg. Hij heeft gewoon waarschijnlijk niet eens veel spullen. Wat is hierboven? Nog meer kisten? Ja, nog een paar kisten. De man, je moet gewoon in Venetië wonen. Ja, ik zou ook wel in Venetië willen wonen, moet ik zeggen. Kijk, en hier de zolder, hartstikke leuk. Hier komt waarschijnlijk zijn slaapkamer. Man, die denkt gewoon, ik ga lekker in Venetië wonen. In plaats van in mijn eigen huis. Goed, nou, als we toch in Venetië zijn, dan kunnen we net zo goed hier even de rondleiding doen. Want we hebben dat van Rick. Oh nee, wacht, we zijn de sprookjesboom vergeten voordat we naar Venetië gaan. Oh ja. We hebben hier de prachtige sprookjesboom. En dat is het eigenlijk ook wel. Het is gewoon een sprookjesboom. Het ziet er wel leuk uit met allemaal leuke details op de grond en zo. Maar het is gewoon een leuke sprookjesboom. En dan daar hebben we natuurlijk het Zuma-platform. Ja, dat is in principe een Zuma-platform. Dus geen zin om er helemaal heen te vliegen. Dus laten we gewoon even lekker Venetië doen. Gewoon even Venetië doorkijken hier. Dan hebben wij hier de vuurtoren om te beginnen, denk ik. Is denk ik wel leuk. Dit is het eerste gebouw van Flora en René. Is ook een van de eerste gebouwen van de service zelf. Eerst kwam mijn cactus samen met dat ding van Char. Toen kwamen een paar containers van jou. En volgens mij vrijwel direct daarna kwam de vuurtoren. Dus dat is wel leuk. Goed, dan gaan we even naar binnen. Dit is gewoon hun woonruimte. Dan heb je hier beneden heb je hun chestroom. Met een mooi aquarium in de midden. Met allemaal visjes erin. Ja, dit is gewoon de chestroom. Hartstikke leuk. Dit is hun postpunt. Dat is niet heel bijzonder. Dan gaan wij hier naar boven. Want als het goed is, is elke verdieping ingericht. Ja, kijk, hier heb je de keuken. Floor kan ook goed inrichten. Floor kan echt goed inrichten. Dit heeft Floor namelijk allemaal ingericht, weet ik. De slaapkamer hier. Gaan we nog hoger. Dan komen we uit hier bij een enchantment room. Ook heel leuk ingericht. Met een leuk plafond. Dan komen we hier. Oh, dan komen we hier bij villagers uit, zo te zien. Dat heet ook villager. Dat is wel. Villager, mooie namen. Ja, hele mooie namen. Ook gewoon een chill, een soort slaapkamer voor villagers, denk ik. Dan gaan we nog een stukje hoger. Dan komen we uit hier bij nog meer villagers die villager heten. En deze is ook Iron Golem. Dan hadden we wel een gemiste kans. Is dit. Ja. Om hem Iron Golem te noemen. Dan gok ik hier nog meer villagers. Oh, dit is een map. Maar die is deze ook is outdated. Ook meer geüpdate. Ja, ja, maar wel, hij is wel iets meer wel beter, hoor. Nog steeds outdated is deze map. Dat zie je wel in heel veel dingen. Hier in Venetië. Ja, Venetië is wel geüpdate. Die houden ze wel mooi bij. Ja, hij is redelijk goed. Mijn basis hier is niet echt up-to-date. En meneer KB's en plek wel. Nou, op zich is die wel redelijk up-to-date. Trouwens, nu ik het zo zie. Een weekje geleden. Ja, trouwens, dit is volgens mij bijna helemaal up-to-date. Nu ik het beter naar kijk. Ja, er komt nu zo'n weg bij meneer KB uit. Ja, oké. Dus hij is echt een paar dagen oud misschien. Ja. Hé, wat doen wij hier allemaal? Ik wist niet dat ze een collectie van ons hadden. Nee, meneer Ricky Harlow. Oké, ze moeten meneer KB's hoofd nog hebben. Mijn hoofd, jouw hoofd. Ja, kijk, wij staan naast elkaar. Dan heb je hier... Oh, waar is René Nederhoofd? Letterlijk, hier staat Floor. Dan moet hier René Nederhoofd staan. Rick, Justin en Seizumbo. Ze missen alleen nog meneer KB en René. Tam. En dan hier nog hoger. Ik hier zat, joh. Nee, ik ook niet. Het is een beetje representeert Harlow's chestroom. Deze verdieping. Dan nog hoger. Dan komen we bij de etenkamer uit. Nog hoger komen we in... Oh, daar zijn we bovenin. Ja, daar zijn we op de rand. Daar zijn we op de rand hier. Dit was ooit het hoogste gebouw, weet ik nog heel goed. Dat je hier stond en dat er niks hoger was dan dit. Niks. Alleen de berg natuurlijk. Maar geen gebouw was hoger dan dit. En inmiddels is dit echt bij lange na niet meer het hoogste. Gewoon, maar wel heel leuk. Nou, dan springen we even naar beneden. Laten we eerst deze kant doen. Nou, deze kant hebben we trouwens gehad. Daar heb je namelijk die chestroom van Rick. En een nieuw huis daarnaast, maar die is nog niet af. Ja, daar komen we zo. Dan kunnen we gelijk doorlopen naar de cactus-dinges. Nou, dan heb je, dit hebben we natuurlijk net gehad. Chestroom van Rick. Dit huis wordt nog gebouwd. Dit is het farmhuis, volgens mij. Hier hebben ze gewoon de varkens, kippen en hierboven denk ik de koeien en schapen. Hier heb je de schapen. Nog hoger heb je dan tot slot de koeien. Gewoon hun farmhuis. Wel een bijzondere manier om je dieren te bewaren gewoon in een huis. In plaats van buiten. Gewoon in een huis. Dan heb je hier... Wat is dit? Oh, dit is de greffel en de zandwinkel.
Ja, hier heb ik al vaak zand en gravel gekocht voor concrete. Leuk. En je boven ben ik al nooit geweest? Oh, niet zo bijzonder, maar wel gewoon ingericht. Er is wel over nagedacht. Kijk, ze zijn niet lui geweest. Ze hebben wel gewoon alles ingericht. Dan lopen we nog een keer door. Dan komen we hier bij het roze huis uit. En dit is Shardenwinkel, toch? Ja. Het is gebouwd door, volgens mij wel gewoon door Floor. Ja, ook door Floor. En dit is dan de dyewinkel van Shard. Heeft er gewoon de winkel geplaatst, inderdaad. Leuk. Ik ben ook nog nooit boven geweest hier. Nee, ik skip lange altijd. Ik skip dit altijd. Oh, hier is een appartement te koop. Te koop? Appartement? Yo, je kan in Venetië wonen. Dat ga ik doen. Ik ga mijn vakantiehuis hier kopen. Ik wist niet dat dit een ding was. De buren worden hier gewoon. Yo, dit moeten we vragen aan Flora en René. Of wij deze mogen hebben. Dan zijn we buren. Ja. Of deze. Dan zijn we wel hoger. Dat is misschien cooler. Dan hebben we verdieping hoger. Dan zijn we exclusiever. Krijg jij die kleine hier? Oké. Okay. Ik hoop wel dat kunnen we nou beneden. Ja, dan moet hij wel goedkoper zijn dan mijn huis, inderdaad. En ja, that's it voor Venetië voor nu, denk ik, hè? Ja. Ja, Flora en Nees zijn buiten. Die zijn zeg maar een van de weinigen die niet opnemen. Ja, leuk, gezellig riviertje. Ja, het leuke om wel te vertellen, deze rivier is wel zelf gemaakt. Dit was gewoon land. Dit was gewoon landschap. Dat laat ook een beetje zien dat niet alleen maar huizen zijn gebouwd, maar ook de omgeving helemaal is gebouwd. Dit was gewoon landschap. En Flora en Nees zijn een van de weinigen die niet opnemen. Dus die hebben ook gewoon werk en hun eigen dingen. Dus vandaar dat het bij hun soms wat minder traag gaat. Hetzelfde voor Harlow. Wat trager. Wat trager inderdaad dan bijvoorbeeld een... trouwens, jij neemt ook niet op. En jij en Char hebben gewoon echt de grootste basis ooit. Nou, jij neemt af en toe op. Jij neemt af en toe op. Af en toe inderdaad. Hier heb je de bijenfarm van Char, Floor en René. Oh, we hebben trouwens het meer hier. Daar komen we zo. Daar komen we zo al nog in het meer. Dan hebben we hier het snuffelnest. Hier is de dierenwinkel. Nou, niet de dierenwinkel. Specifiek de hondenwinkel is dit. Hier kan je alle soorten wolven kopen of honden, weet ik hoe je het wil noemen, die er zijn tegenwoordig in Minecraft. Alle soorten kleurtjes. Ik heb hier ook een hond gekocht in een video of 4 geleden of zo, 5 misschien. Hartstikke leuk, hele leuke winkel. Gaan we even een tukkie in doen, omdat het zo'n leuke winkel is. Dan, voordat we hier aankomen. We kunnen er wel heen, maar we hebben daar de winkel van Char. Dat is een oude winkel van, waar ze gewoon botten verkocht en zo. Dat is letterlijk dat minibootje daar. Is de eetwinkel waar ik altijd heen ga. Daar ga ik nog steeds heen. Als ik eten nodig heb, ga ik letterlijk naar dat minibootje daar. Deze kip, of deze porkchop in mijn hand, die heb ik daar ook gekocht. En die onderzeeër is van jou en daar verkoop je wol, toch? Ja, en that's it volgens mij. Voor de rest, we kunnen er wel heen. Er lag nog een houtboot, maar ik denk dat die weg is. Ja, die is nou, weg. Die ligt er nog. Ligt de houtboot van Rick? Oh, de houtboot van Rick ligt er nog. Alleen, nou, die is gewoon leeg. Daar wordt niet meer verkocht. Nee. Dan kom je hier uit waar meneer Vark heel groot stond eerst. Maar daar staat nu een grote tunnel. Die nog niet af is, zo te zien. Want jullie zijn wel nog druk ermee. Hier was je mee bezig. Toen kwam ik vragen of jij deze rondleiding met me wou doen. Ja. Ik heb je middag verpest. Hey, dit is het huisje van KB. Dit is gewoon een representatie van zijn huisje. Dit is gewoon zijn basis. Maar dan... Hij woont hier gewoon toch nog een beetje in de buurt. Toch nog een beetje in de buurt. Hier staat de truck van Justin, die in onderhoud is momenteel. Dus daar gaan we dan niet in. En dan kom je bij mijn startersbasis. Dit was mijn... volgens mij is dit het eerste wat er gebouwd is. Volgens mij was dit de afhoekse minst. Ik denk het wel, want ik was heel snel. Het huis wat af is, ja. Ja, ik was echt heel snel, weet ik nog. Toen dit klaar was, dat ik ook echt dacht van... Damn, dat heb ik in één dag nadat we open, of nadat we gestart waren, gedaan. Char was ook wel begonnen aan iets. Dus ik moet zeggen, Charterhuis had ook wel een goed begin. Maar voor de rest was er nog niet echt iets gebouwd. Dus het is wel leuk. Het is een van de eerste dingen hier. En dit was mijn woonhuis. Toen werd het mijn winkel en nu is hij leeg. Nu is het gewoon een oude verloren cactus en bamboewinkel. En je kan hartstikke leuk. Je kan in de ogen van. Je kan erin. Het is een soort kijkje. In de verkeerstoren, inderdaad. Kijk, je kan ook er doorheen kijken terwijl je naar boven gaat. En dan kom je hieruit in het oog. En dat was eigenlijk ooit glas. Nu niet meer. En de ladder is stuk. Dus je komt ook niet meer boven. Wacht, misschien. Zo. Nee, hij doet het niet meer. Maar we kunnen er wel uitvliegen. Oh, trouwens, je kan die onderste weghalen, inderdaad. Ja. Zo ja. Ja, kijk. Dan kan je er ook op. En dit was ook ooit het grootste, het hoogste gebouw. Voordat de vuurtoren kwam, was dit heel het hoogste geleden gebouw. Echt, het begin van deze serie was dit het hoogste gebouw. Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Dan hebben we alles hier gehad, denk ik. Behalve mijn basis, hè? Ja. Hebben we alles behalve mijn eigen basis gehad? Ja. Bouw, nou, laten we dan nog even snel mijn basis doen. Dan landen we hier bij de ingang. Kijk, je hebt hier beneden. Vanaf Char en meneer KB zijn oude basis hier kan je met een waterlift omhoog. En dit hebben mensen waarschijnlijk al allemaal gezien als je gewoon de video's volgt. Dus we gaan er even snel doorheen. Want als je mijn video's volgt, heb je dit natuurlijk allemaal al gezien. Hier hebben we mijn postkantoor, waar we post naar iedereen in de server kunnen sturen. Met ook een map die outdated is als je naar jouw basis kijkt. Jouw basis is er staat nog één gebouw. Echt heel outdated is die. En ook hier. Ik moet hem ook even een keertje gaan updaten, mijn basis. Hij ziet er heel, ook heel ouderwets uit. Of mijn basis, mijn map. Maar hier kan je gewoon per persoon kan je post naar iemand sturen. En dan komt het bij zijn of haar basis komt het uit. Dan lopen we hier door. Komen we hier langs de straat, de hoofdstraat. De oude, nou, dat is inmiddels niet meer de hoofdstraat. Maar dit was
de eerste straat. Dan gaat hier post gaat zo bloep, over de weg heen. Dat komt dan in mijn magazijn uit, wat vroeger mijn woonhuis was, maar wat nu de kringloopwinkel is van mensen hun gestolen spullen. Dan hier beneden heb ik mijn... Het is heel donker hier, dan moet ik even de lichten aanzetten. Zo, hebben we mijn mutfarm. Heel bijzonder. Met zombiegeluiden. Dan hebben wij... That's it. In principe, ja, daarboven was mijn slaapkamertje. Hier hebben we mijn botanische tuintje. Hier. Heel bijzonder. Nou, gewoon een mooie, simpele tuin. Er staat hier een beacon in het midden. Die je er niet hoort. Die, gok ik, door jullie geplaatst is. Oeps. Dan hebben we hier mijn sugarcane farm. Dan kan je hier omhoog gaan. Zo, hoppakee. Dan kan je naar de sugarcane farm kijken hier. En dan hier komen alle blokken binnen met een crafter. Geredstoned. Ik heb geredstoned. Ja, ja. Dan kan je hier weer naar beneden. Zo, we gaan er lekker snel doorheen, jongens. Dan hebben we hier mijn cactus farm. Ziet er ook hartstikke leuk uit. Dan kan je hier zo naar binnen. Kan je alle cactussen zien. Dat gaat heel diep de grond in. Want als je hierboven komt, zal wel vol zitten. Ja, helemaal propvol. Ik moet daar denk ik even een groter systeem voor bedenken. Maar hier heb je alle cactussen die ik verzamel. Zo'n best wel een simpele cactus farm. Helemaal geen redstone in gestopt of iets anders. Hier hebben we een leuk trammetje. Hartstikke gezellig. Dan gaan we Harlo rijdt erin. Ja, Harlo is inderdaad de bestuurder van de tram geworden, inderdaad. Die is de trambestuurder. Dan hebben we hier meneer KB zijn enchantment table. Die vervolgens in mijn basis staat. Vonden we wel leuk dat hij gewoon hierin terecht is gekomen. Dan kan iedereen gewoon naartoe als hij iets wil enchanten. Heb je hier gewoon een gratis enchantment service. Met alles erop en eraan. Alles wat je nodig hebt. En veel, weet ik wat allemaal. Het staat hier. Hoe leuk dat. Hoe leuk is dat? Met, staat er letterlijk op bordje. Staat er inderdaad. En hier gewoon wat kleine details natuurlijk. Dus de achterkant van het magazijn. Daar hebben we mijn postkantoor weer. En dan hier natuurlijk mijn megabasis. Hey, waar die nog steeds nog lang niet af is. Ik ben er wel druk mee. Hij is al heel mega. Hij is wel heel mega. Is, als deze af is, is denk ik wel het grootste gebouw van de server. Dat gaat moet het zijn. Wel. Althans, dat is wel mijn doel. Ik wil zeg maar... Echt vet. Echt het grootste. Ja, hij is wel uniek. Als in... Hij is ook wel een beetje raar. Hij is vet, maar ik vind hem ook wel een beetje raar. Dit maar is wel een spel cool. Die je nergens anders ziet, maar ik vind het wel echt dus op die manier zeg ik het even positief, inderdaad. Precies. Nee, verder vind ik wel gewoon nog steeds wel leuk. Je kan er helemaal rondom lopen. Je hebt die leuke bomen hier staan. Dan hier links heb je mijn tramopslag. Hier staan de trammetjes die je kunnen opladen en zo. Dit vind ik die ook kunnen dan, heel leuk. Ja, dat is leuk, toch? De trammetjes kunnen hier opladen. Hier kan ik mijn troep weggooien, dingen die ik gewoon niet meer hoef. Dus spring er maar in. Heb je de pufferfish al weggehaald? Ja, de pufferfish heb ik al weggehaald, ja. Ah. Ik ben er gek van. Dan hier hebben we mijn chest room als je doorloopt. Nou, gewoon heel simpel. Niet met redstone of weet ik wat allemaal. Dat vind ik altijd vervelend. En ik heb ook, ik ben de enige denk ik in de server die niet gelabeld heeft waar zijn spullen liggen. Nou trouwens, nevermind, we hebben ook Harlo. We hebben Harlo, dat hebben we net heel goed kunnen bewijzen. We hebben Harlo. Dan aan de andere kant hebben we nog niks. Dan hebben we hier ook allemaal tremmetjes. Dan hebben we hier mijn mega drukke winkelcentrum hal. Dit is zeg maar de hal van het winkelcentrum hier. Want hier hebben we de winkels. Dan heb je hier mijn bamboewinkeltje. Hier heb je mijn cactuswinkeltje. Dan hebben we hier de slimewinkel van jou en Sharna. Of is die van jou of is die van Char? Char heeft hem gebouwd, maar we hebben samen de farm ook gemaakt. Ja, oké. Okay, dus jullie leveren samen de dingen aan. Hier heb je de kikkerwinkel. Kijk, we hebben nu Donald. Die heb ik in de vorige aflevering neergezet. Donald. En hier komt nog een winkel. Ik weet nog niet zo goed wat. Ik denk dat hier misschien wel een honingwinkel kan komen of zo. Zou wel leuk zijn. Dan lopen we eventjes door. Naar de andere kant komen ook allemaal nog winkeltjes. En that's it voor mijn basis. Ik ben vooral bezig met eerst de buitenkant en daarna pas de binnenkant. Maar trouwens, ik doe het wel gelijk. Zoals je kan zien. Ik doe het wel een beetje geleidelijk aan. En ik ben hier sneller doorheen gegaan dan de andere basis, jongens. Dat komt omdat jullie dit natuurlijk allemaal ook in de video's al hebben gezien. Deze basis al 100 keer waarschijnlijk. Dus ik dacht, ik kan het wel weer laten zien aan jullie. Maar ja, dan moet je maar gewoon lekker de video's zien als je het wat uitgebreider wil zien. Of hoe het ontstaan is allemaal. En ik denk dat we dan alles hebben gehad, hè? Maar basis er wel, ja. Ik denk dat we dan elke basis wel hebben laten zien. Ja, we kunnen ook nog wel naar de Nether en de farms laten zien allemaal. Maar die zijn allemaal niet zo bijzonder, denk ik, hè? Of wel? Ja, ik wil jouw beacon farm nog wel even zien. Dat hebben we beloofd aan het begin van de video. Ja. Ja. Ik wil jouw beacon farm wil ik zeker nog wel even zien. Hé, hey, Harlo is online. Maar raketten zijn op. Heb jij nog raketten? Ik heb raketten. Ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Waar landen we? Hier bij de Nether. Bij de enige echte Nether portal. Hier, neem deze maar. Hé, hey, Knarlo. Oké, okay, we gaan dan even de enige echte portal door. Oh, we worden aangevallen. Oh, ik pak hem wel. Kom dan. Oh mijn god, ik raakte hem gewoon. Jee, hoppakee. Oké. Heb je een Lithaon? We moeten wel een stukje vliegen. Klein stukje, ja, prima. Is goed. Deze kant. Ja, ik vind het helemaal goed. Even kijken hoor. Want het is hier in de Nether, heb jij je soort van... Wat voor farm is het? Een Wither Skeleton Farm. Een Wither Skeleton Farm. Ben je hier nog ooit geweest? Nou, ik heb het wel eens gezien via... Je hebt je scherm wel eens gedeeld. Of screenshots laten zien. Oh ja, dit hier kan ik me wel herinneren. Het. Oh mijn god, jongens. Oh, alles is kapot. Oh, en overal... Wacht jongens, dit moet even een uitleg krijgen. Overal, maakt niet uit waar je loopt, zijn slabs geplaatst. Er is geen plekje hier in een, volgens mij in een perfecte cirkel, waar geen slabs geplaatst zijn.
Of waar het niet is opgeblazen zoals hier. Wat een chaos hier in de Nether. Dit gedeelte. Oh. En dan dit hier is de farm, denk ik, in het midden. Waar kan ik staan? Waar sta jij? Ja, wacht even hoor. Mijn Minecraft is helemaal... Ik heb een lag. Wat is dat? Minecraft. Oh, Joris is... Dat ging even een beetje fout met Joris. Goed, wat is... hoe zit het in elkaar? Wat gebeurt hier? Ja, hier hebben we dus in het midden een farm. Dit paarse gebeuren. Dat zijn een paar platformen waar al die widders... Kan ik op dat roze farmen veilig staan? Ja, ja. Dat kan. En overal hieromheen zijn dus slabs, waardoor eigenlijk dit de enige plek is waar ze kunnen spawnen. Oh, dus die slabs staan overal. En het is overal kapot gemaakt, zodat dus die skeletons, daar alle blokken, skeletons... Daar staat een slab op waardoor ze niet kunnen spannen of hij is gewoon weggehaald met TNT. Oh, maar deze... Ze kunnen echt alleen op deze platformen hier kunnen ze spannen, die wither skeletons. Komt, moet je even een beetje tactisch vliegen. Ging fout. Oké. Nou, we gaan de goede kant op. Nu ben ik jou kwijt. Oh, wacht, ik zat wel goed. Ja, we moeten hier naar onder, ja. Oh, hierin, ja, oké. Okay. Ja. Ah, hier vallen ze naar beneden. Dan hier... Oh, mijn god, wat is dit? Hier vallen ze allemaal naar beneden. Oh, hier vallen ze naar beneden. Als je hier gaat staan, en dan moet je op dit zwaard pakken. Ja. Dan kan je het allemaal spaan. De Armor Sense gewoon mappen, de Armor Sense mappen. Oh my days. Oh mijn god. Dit is dus gewoon hoe jij aan al je beacons komt. Ja. Op deze manier. Wauw. Wauw. Dit is natuurlijk ook geen doen. Maar dit is ook hoe we aan heel veel boomwil komen. En... Ah, en waar landen die dingen? Waar komen ze mooi terecht? In deze kist? Zo. Nee, nee. Als je daar je dingen in doet. Hieronder komen alle spullen terecht. Oh, ze vallen er ook zoveel tegelijk in. Oh, dat zijn er echt veel. Het zijn er echt dus te hier veel. Hier zit een opslag met de kool. Zit een beetje. Kool? Oké. Okay. Maar ik ben benieuwd naar die hoofden vooral. Bones hier. Allemaal botten. Oké. Okay. En er zit er nu maar 7 in. Dan heb je er net 7 gefarmd waarschijnlijk. Oh, even goed. In echt letterlijk 2 seconden dat ik daar boven stond, heb je er 7 gefarmd. Dan kan je gewoon al 2 widders mee maken. Ja. Niet normaal. Ja, dan moet je die widders natuurlijk nog killen. En dan krijg je kan je een beacon maken. Oh, ik ben er ook wel weer op 5. Wacht, ik ga beneden staan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Als goed is, jij ze lang ging komen. Ik ben wel benieuwd. Komt ie. Het zijn nu 9 op het moment. Oh, je ziet ze hier ook zo schieten. Yo, het gaat helemaal op het systeem. Langs. Ze worden over het ijs gewoon heen en weer gejiet. Oh, daar gaat er weer eentje. Ja, ik zag er eentje gaan. Het zijn nu 10. Jeez, niet normaal. Wat een werk deze farm. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Een weekje. Oh my days. Oh, wat een grind. Nou, laten we maar gauw gaan. Ik word helemaal gek van het geluid. Er komen zo van die skeletons hier beneden. Er is nog wel iets wat ik eigenlijk wil laten zien. Dat hoort hierbij. Ja, prima. Dan neem ik even wat van die wither skeletons mee. Maar dan moeten we even naar de end. Naar de end? Oké, prima. Het wordt heel gek ineens. Ja, dit wordt... Ik moet even uit. Nou, laten we naar de end gaan. Oké, ik ben in de end. En nu? Ja, maar ik wacht even op jou natuurlijk. Wat nu? Kijk, als we hier naar de portal gaan. Naar de portal? Ja. Wat zit nou weer? Dan staat wat heb hier... je met de portal gedaan? We hebben een farm van de portal gemaakt. Ja, dit is de widdermachine. Ja? Dus loop maar even mee. Oké. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Dit is hoe jij aan je beacons komt, het hele proces. Ja. Oké. Oké, als jij hier even gaat staan. Ja? En je zet deze aan en je plaatst dat soul sand tegen die iron trapdoor, tegen de onderkant. Ja? Blijf even staan, geef me dit. Oké. Ja, en dan gewoon alle soulcenten tegenaan plaatsen. Ik zal de soulcent tegen dat ding plaatsen. Ja. De onderkant, dat kan niet. Oh ja, daar gaat hij. Oké. Oh, het spannen al die widders. Ja. Er zijn 6 widders gespand. Het zijn er meer, alleen er passen maar 6 van die dingen. Nee, die gaat het wel. Oh, en ze gaan ook allemaal dood hier nu. Ja. Hoe kom ik hier boven? Oh my days. Dit is de farm. Kijk, ze gaan slaan. Oh mijn god, hoeveel zijn het er? Nou, ik weet niet hoeveel. Ik hoor je niet eens meer. Heb je de hele stack geplaatst? Ja? Dan zijn het er 20 of zo. 20 widders! Oh my days. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Nou, daar gaan ze al. Ze gaan dood. Dat was 1, dat is 2, dat is 3. Dan gaan ze in één keer allemaal gaan ze dood. Dit is echt niet normaal hoe jij je widders vermoord. Doe maar even keer maar niet zo raar. Harlo denkt ook wat er gebeurt. Ja, die hoort dit natuurlijk ook gewoon bij zijn basis. Ja. Hoort hij deze chaos. Ze hebben geen kans. Ze maken geen kans. Die beesten. Oh my days. Wauw. En waar staan ze nu? Hier. Hieronder in de kist. En nu heb je gewoon 16 Nether Stars en allemaal hoofden. Ja. Oh, wat ziek. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Flor en Char waren er een beetje klaar mee dat ik overal en nergens wither span. Dus we hebben het zo opgelost. Je hebt gewoon een wither farm gemaakt zoals dit. Ja. Jeetje ouwe.
Nou, dan hebben we nu echt alles gezien, denk ik, van de server. Ik denk dat we alles gezien hebben. We hebben alles, dus laten we teruggaan. Goed, jongens, ik hoop dat jullie van deze rondleiding genoten hebben. Het is een hele lange video, volgens mij. Joris, dankjewel voor de hulp met de rondleiding. Er zijn plekjes die jij mij hebt kunnen laten zien die ik anders niet had gevonden. We hebben hier even een mooie outro bij het Graffiti Content Veen logo. Dat vond ik wel leuk. Er komen nog veel meer Content Veen video's aan. Je kan niet alleen mijn kanaal kijken, maar ook die van Justin, die van Rick, die van meneer KB, die van Zombo, die van jou, die van... Vergeet ik iemand? Ricky. Die van Ricky. Ricky. Je kan nog zoveel meer kanalen kijken, jongens. Hou alles lekker in de gaten van Content Veen. In ieder geval nu, dankjewel voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Kijk dan zeker even deze video hierboven. Is ook een hele leuke video, toch, Joris, deze video? Deze helemaal heel geweldig, leuk. Deze video. En dan nu, spreek je later. Glaasje water. Tel het weer. Hey, wie?